sake of the nation. Met praten en de klassieke zang. Ja? Ik weet niet hoe het heet, hartstikke leuk. Oké, de positie. Karel, pak jij hem op? Een indrukwekkend verhaal om te vertellen. Maar het is een fantastisch verhaal. Los van het feit of je nu gelovig bent of niet. Het is eigenlijk het is ook een beetje Shakespeare. Yeshua. 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 We waren net aangekomen in Beit Abara. Een paar kilometer buiten Jeruzalem. Een paar dagen voor Pesach. Paasfeest. Is het nou het verhaal van de Zoon van God of is het verhaal van een prachtig mens? Nou ja, ik denk het tweede wat je zegt. Het verhaal van een prachtig mens. Iedereen is zeg maar bezig met het Jezusfiguur en dat maakt het heel eenzaam, maar ook wel heel mooi. Snap je? Dus dan, zij creëren een soort van Jezus. Want ik ben natuurlijk helemaal niet Jezus. Maar op het moment dat zij erin geloven en het publiek het gelooft, dan ben je ineens toch... Dus dan vind je toch een beetje Jezus geworden. Did you want to know? Why are you obsessed with fighting? Veel liefde voor hem, maar het is ook heel moeilijk om te plaatsen. Ja. Wat mooi om te doen. Is het niet veel te koud? Ja, ik sta nu buiten. Ja, ik was van plan om naar binnen te gaan, maar nee, maar het is ook wel lekker even afkoelen. We hebben hard gewerkt met z'n allen, dus ja. Want het is wel bikkelen, hè? Gewoon heel even oefenen en dan sta je daar gewoon. Ja, het is echt insane. We waren gisteren voor het eerst met z'n allen bij elkaar, 70 man. En dan moeten we dat allemaal repeteren en strak trekken, ook qua posities op podium, waar kom je op, waar ga je af en met het orkest en met het koor en met de band. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan vanavond. Is gekke werk dit, hè? Ja, maar wel geweldig gekke werk. Het leukste project om te doen in mijn hele leven. Dus, dat straalt het in alles uit, maar eigenlijk toch te maf. 70 man of zo en dan zo in 2 dagen? Ja, 1 dag repeteren en dan vandaag spelen. Ja. Dus dat is te gek. Maar ja, met zoveel mensen kan je ook niet lang repeteren. Dus ja, het moet allemaal op die ene dag. Ja. It's not an eye, your church of profession. She doesn't mean well. You want you to say. It doesn't mean that you're inconsistent. Do you need a strong truth to put us all away? Je staat weer te stralen terwijl je toch zo'n onsympathieke rol moet spelen. Toch wel, hè? Vraagt je dan ook een beetje af of het nog goed komt. Komt het nog goed? Nee, het komt zeker goed. Ja, ja, ja. Gewetensvraag, is het verhaal van de Zoon van God of is het verhaal van een mooi mens? Zoon van God, voor mij een idee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen van een mooi mens. Ja. Wat kan hij laag, hè? Ik ben ook wat langer, hè, dus die spieren die lopen wat verder naar beneden. Met Caiaphas kwam het meer als toeval. Ik zong het een keer en toen bleek dat, dat er nog meer laagte in zat dan dat ik zelf dacht. Dus toen, sindsdien speel ik die rol. Gewetensvraag, verhaal van de Zoon van God.
of het verhaal van een mooi mens? Ik denk een beetje van allebei. Die combinatie, klassiek en populair? Dat vind ik erg fijn, dat erin zit. Maakt het een stuk toegankelijker. Ja, zeker. Dus gaat geïnspireerd de Pasen weer in? Ja, duurt nog eventjes, maar dan ga ik zeker geïnspireerd naar het Pasenweekend toe. Jullie leggen jezelf wel wat op, hè, met zo'n hoge druk productie. Ja, dat blijft elk jaar. Kijk, uiteindelijk repeteren we eigenlijk maar met de hele crew één dag. En dat is altijd even vol stress en het komt altijd goed. Wie heeft tot nog toe uw hart gestolen? Ik zit twijfel tussen Maria de moeder of Maria Magdalena. Ik vind ze allebei steengoed. Ik neig richting de 4 sterren. Ja. Als we het dan over sterren moeten hebben, dan moeten we dat maar doen. Nee, ik vind dit een hele mooie combinatie van moderne en klassieke muziek. En je krijgt nu de gelegenheid om ook eens goed te luisteren naar klassiek. Want normaal zou je niet zo gauw, althans ik niet, naar klassiek concert gaan. En deze mix is fantastisch.